We staan hier op busstation Edam. Vandaag is de dag eigenlijk dat de elektrische bussen officieel gaan rijden na een testperiode. En we zijn benieuwd wat buschauffeurs vinden van deze prachtige nieuwe bus en of het een beetje lekker rijdt. Het is even wennen. Ja, ik vind het rijdt heerlijk. Ja? Ja. Moest je een speciale opleiding volgen om met deze bus te kunnen rijden? Nee dat niet. Nee. Gewoon een kleine introductie. Ja. En dan gaan. Ik vind hem wel mooi. Ja? Ja. Ja? Merkt u verschil met vorige bussen? Nou, ik kan geen verschil aangeven. Ik vind een heel mooi bus. Lekker rustig, geen kalaus. Is lekker zitten en schoon, netjes. Ik vind het heerlijk, want je hoort ze voorbij zoomen. Het lijkt net in metro in Amsterdam. Ja. En als je binnen zit, hoor je mij helemaal niet. Dan gaat die sneaky voorbij. Want ik begreep dat u echt net achter de bushalte woont. Ja, precies. En als je dan 's morgens wakker wordt en je hoort die bussen niet meer continu zoomen en geluid maken en optrekken en weer stilstaan en piepen en doorgaan. En dat scheelt een hoop geluid. Want voorheen konden we eigenlijk het raam zeg maar niet open hebben 's morgens. En nu kan je het gewoon open laten staan. Kun je uitleggen hoe de bus precies oplaadt eigenlijk? Dit zijn snelopladers. In de garage zijn het andere. Dus ja, je komt aanrijden. Je ziet die... ik kom even niet op de naam. Heel goed. Dus je drukt op de knop, die gaat omhoog. En dan laat hij op. Meer hoef je niet. Wat lekker simpel. Ja, heel simpel, ja. En merk je er iets van dat deze bus elektrisch rijdt? Zelf niet zo heel veel nu, maar hij rijdt wel lekker, ja. Lekker soepel. Ja. En wat vind je zelf belangrijk als je in een bus zit? Dat het goed is voor het milieu. Dat hij op tijd is. Ja, dat lijkt me wel, toch? Ja. Ja. En dat hij je brengt van A naar B. Ja. En of dat elektrisch of op diesel gaat, maakt dat verschil voor u? Nou, liever elektrisch. Voor het milieu natuurlijk. Hey. Hey. Scoren, hè?